Hoi, we zijn op dag 4 van actie Waterkracht. Een week waarin we geld ophalen voor mensen, zodat zij toegang kunnen krijgen tot schoon drinkwater. En even als een reminder, voor €17,50 geef je al 1 iemand toegang tot schoon drinkwater. En dat geld wat we ophalen, dat gaat naar waterprojecten van Dorcas. In Irak hebben veel dorpen geen toegang tot water. Onze landbouwdirecteur Wissam van Irak vertelt wat Dorcas doet in het land op gebied van water. In these projects we aim to drill boreholes in villages that are not the water is not accessible to them. So we drill boreholes, we repair or make new internal networks from the boreholes to the houses. And also we build the new main pipeline to the water source. Nou, goed vooral van Wissam. Daarvoor drink ik graag een week alleen maar water. En deze deelnemer doet dat ook. Nou, de kop is eraf. Ik doe mee aan de challenge Waterkracht. Actie van Dorcas om te zorgen dat meer mensen toegang hebben tot schoon drinkwater. En ik drink dus ook de hele week alleen maar water. Vanochtend ging het bijna een beetje mis. Toen zat er een theezakje in mijn water, maar dat theetje heeft mijn kleine meid gekregen. Al met al eigenlijk best wel te doen, deze challenge. Maar goed, het is nog maar het begin. Nog even volhouden. Wie nog niet meedoet, weet je kunt ook gewoon nu aanhaken. Of doneren, ook top. En om je door deze week te helpen, hebben we een actieboekje ontwikkeld. En dat is deze. En het actieboekje staat vol met persoonlijke verhalen van mensen uit onze landen. Maar ook met waterweetjes, waterbijbelversen en een hele leuke quiz over actie Waterkracht. En deze kun je downloaden op dorcas.nl/waterkracht. Nou, dat was hem weer. Veel succes nog deze week en tot morgen.